Goedemiddag allemaal. Het gaat vandaag over deze meneer, Pierre Bourdieu, Franse socioloog, wiens werk toch vooral in het teken staat van deze thema's. Sociale ongelijkheid, hoofdstuk 6 in samenlevingen, het hoofdstuk over sociale stratificatie. Er wordt wel eens gezegd, sociale ongelijkheid is misschien wel het hoofdthema van de sociologie. Sociologen hebben het eigenlijk toch vooral over ongelijkheid, ongelijkheid in macht, ongelijkheid in prestige, in status, in aanzien, in sociaal respect, in sociale privileges. En in de derde plaats ongelijkheid in economische zin, ongelijkheid in inkomen, ongelijkheid in vermogen. Economische ongelijkheid, politieke ongelijkheid en ongelijkheid in statuspositie. En er wordt vaak gezegd, dat is toch eigenlijk waar het vak sociologie over gaat. When all is said and done, dan komt het toch eigenlijk allemaal neer op ongelijkheid. Hoe is het ontstaan? Waar komt het vandaan? Hoe zet het zich voort? Deze stelling betrek ik hier vandaag niet. Ik zeg niet, sociologie gaat vooral over ongelijkheid. Ik zeg wel, het is een van de grote hoofdthema's in de sociologie. Maar er zijn anderen die daar niet volledig toe te herleiden zijn, zoals het thema van de sociale cohesie. Wat houdt samenlevingen bij elkaar? Of het thema van het geweld, waarvan dan sommigen zullen zeggen, nou ja, geweld, geweldsuitoefening, dat heeft alles te maken met ongelijkheid. Maar je kan ook heel goed zeggen, geweldsuitoefening, dwang die mensen op fysieke manieren op elkaar kunnen uitoefenen en hoe ze dat dan weer legitimeren in een bepaald vertoog. Dat staat eigenlijk op zich. Dat is niet geheel herleidbaar tot de kwestie van sociale ongelijkheid. Dus ik sta jullie vandaag niet te verkondigen, sociologie gaat altijd over sociale ongelijkheid. Al zijn er wel sociologen die dat vinden, maar daar hoor ik niet bij. Ik zeg wel, het is een heel, heel, heel belangrijk thema. En het is een hoofdthema in het werk van Bourdieu. En wanneer je het over sociale ongelijkheid hebt en over sociale stratificatie, over iedere vorm van hoog en laag in de samenleving, ja, dan loop je tegen Bourdieu aan. Dat kan niet anders. Dat is eigenlijk de belangrijkste recente socioloog die hierover baanbrekende dingen heeft geschreven. En vandaar de bovenste bullet. Dat is toch vooral waar zijn werk over gaat. Hoe wordt sociale ongelijkheid overgedragen van de ene generatie op de volgende generatie? Hoe zorgen mensen ervoor dat hun kinderen, als ze, laten we zeggen, in een bepaalde maatschappelijke klasse zitten, niet al te laag, dat hun kinderen ook weer in die klasse terechtkomen. Dat ze dezelfde privileges, dezelfde voorrechten, dezelfde inkomensvoordelen, dezelfde machtspositie bereiken als hun eigen ouders. Hoe wordt dat overgedragen? Nou, Marx wist dat natuurlijk wel. Marx zei, dat is gewoon een financiële kwestie. Als je ouders rijk zijn, dan word je zelf ook weer rijk. Geld is een voordeel dat intergenerationeel behouden blijft. Maar Bourdieu in zijn werk heeft laten zien, dat loopt veel en veel ingewikkelder. En dan kom je op die gebieden waarvan je woorden daar verderop ziet staan. Zoals habitus en smaak en cultureel kapitaal. Bijvoorbeeld, het scheelt enorm of je op de lagere school een uitstraling hebt als zesjarige, als zevenjarige, waarbij de leraar denkt, hey, dat is een beetje een leuk kind, dat is een slim kind, die kan wel wat, daar verwacht ik veel van. Dan krijg je als het ware meteen een voorkeursbehandeling. En dat heeft niet alleen maar te maken met objectief te meten IQ, maar dat heeft te maken met de kleding, de haardracht, de uitspraak van de taal, de hele houding. En dan komen we meteen bij dat woordje habitus. Of een kind uitstraalt, ik ben bereid, lieve docent, om naar u te luisteren. U kunt mij wat vertellen. Of dat het kind bijvoorbeeld uitstraalt, het interesseert me geen reet wat er hier op school gebeurt. Ik zit op mijn horloge te kijken of naar de klok in de hoek van de klas, wanneer het allemaal afgelopen is en ik weer de echte leuke dingen kan gaan doen en mijn tijd hier niet zit te verpesten. Die scholaire habitus, die wordt overgedragen op een heel impliciete manier door de ouders, maar ook andere familieleden en broertjes en zusjes. En die vertaalt zich in cultureel kapitaal. Cultureel kapitaal is iets wat niet in geld is uit te drukken, maar dat je toch
overneemt uit je sociale milieu, uit je omgeving. En dat een leraar onmiddellijk doorheeft. Die kijkt naar zo'n kind en die denkt niet van, oh, dat is leuk, Oud-Zuid, opgegroeid met Kinderen voor Kinderen. Dat herken ik, dat is mijn clubje, daar ga ik speciaal aardig voor zijn. Dat denkt die leraar allemaal niet, maar die leraar denkt toch iets anders. Heel onbewust en heel vaag denkt hij, dat is een goeie, die heeft een streepje voor, die krijgt... Dat wordt wel genoemd door kinderen op de lagere school. Die heeft een wit voetje bij de leraar. En dat heeft dan te maken met een soort uitstraling die Bourdieu noemt dociel. Dociel, zegt hij, daar zit het woordje doseren in. En in dociel betekent letterlijk, in de oude Romeinse betekenis van het woord, bereidheid om iets te leren. Je onderwerpen aan een docent. Zeggen, jij hebt mij wat te vertellen, ik luister aandachtig, ik hoop iets van jou op te steken. Dat is de dociele houding. Het is dus niet wat wij tegenwoordig denken, slaafs, onderdanig, alles maar aannemen. Een dociel iemand is iemand die bereid is om naar een ander te luisteren, om de docent de benefit of the doubt te geven. Nou, als je die houding hebt, zegt Bourdieu, dan kan je gewoon als socioloog uit gaan rekenen dat dat op school al een enorme hoeveelheid extra credit oplevert. Je krijgt gewoon hogere cijfers, daar komt het op neer. De docent herkent meteen een soortgenoot en die denkt, oh, wacht even, dat is een leuk kind. Zo wordt maatschappelijke voorsprong overgedragen van de ene generatie op de andere. Het loopt complexer, ingewikkelder, onvoorspelbaarder dan je zou denken, maar als je de mechanismen snapt, dan loopt het juist weer heel erg voorspelbaar. Dan kun je heel goed verklaren wat er allemaal gebeurt. Dus Bourdieu, zich baserend toch ook wel op het denken van Weber en op het denken van Marx over gelaagdheid, over stratificatie, over klasse, geeft er een hele nieuwe, meer culturologische wending aan door vooral te letten op hoe culturele elementen zich, als het ware, overplanten van de ene generatie naar de andere en mensen een bepaalde manier meegeven van in de wereld staan, in het leven staan, om zich heen kijken. Dat is waarom Bourdieu zo verschrikkelijk interessant is en waarom ik er vandaag 2 uur over ga praten. Maar dat ga ik niet 2 volle uren doen, want ik wil beginnen met jullie Bourdieu even sprekend te laten zien. Er is een film gemaakt over Bourdieu tegen het eind van zijn leven, een Parijse bioscoopfilm. Die heeft ook de hele tijd in de Parijse bioscopen gedraaid. De Parijzenaars gingen naar de bioscoop om 2 uur te kunnen kijken naar een documentaire over een nationale held, Pierre Bourdieu. Hij was echt heel erg beroemd in Frankrijk. Hij is nu overleden, een paar jaar geleden. Maar hij is heel erg beroemd in Frankrijk. Veel op de tv. Dus mensen dachten van, oh, dat is een interessante man, daar wil ik dan een film over zien. Dus er draaide een film in de bioscopen van Parijs. En die heette, ik geloof in het jaar 2000, en die heette Sociologie is een vechtsport. Sociology is a martial art. La sociologie est un forme de, est un sport de combat. Dat is de titel van de film. La sociologie est un sport de combat. Hij is tegenwoordig integraal te bekijken in partjes van 10 minuten achter elkaar geschakeld op het internet, op YouTube, heb ik net ontdekt. En dat stelt mij dus in staat om er ook een klein stukje van in de zaal te laten zien. En wat ik laat zien is het volgende. Eerst zie je een heel klein stukje, dat duurt maar 2 minuten. En eigenlijk hoeft het niet, maar ik laat het je toch even zien, want ik vind het zo leuk. Bourdieu is deze kijken naar een demonstratie en dan loopt hij met zijn assistent naar de universiteit. En dan komt hij op straat een mevrouw tegen en die zegt, oh Pierre Bourdieu, ach dat ik u nu in levende lijven mag zien. Ik ben een groot bewonderaar van u. En dan maakt hij met een praatje van 2 minuten met een lichtelijk hysterische fan. En ik laat het stukje zien omdat het heel goed aangeeft hoe geweldig beroemd Bourdieu aan het eind van zijn leven in Frankrijk was. Niet alleen maar een van de beste sociologen van onze tijd, maar in Frankrijk toch ook wel een van de grote cultuurhelden. Iedereen kende hem. Toen hij overleed stond over de hele voorpagina van Le Monde Bourdieu est mort. Een nationale held was overleden. Er zijn niet veel sociologen die het tot zoveel roem hebben gebracht. Dus dat vind ik een leuk stukje, dat wil ik even laten zien. Maar dan daarna komt er een veel langer fragment en dat duurt 1 minuut of 9. En daarin zie je dat hij geïnterviewd wordt op een kleine lokale zender van Noord-Afrikaanse jongens die een eigen programma maken. En die interviewen hem en zeggen, kennelijk weten ze niet veel van zijn werk, want ze zeggen van die dingen als, nou meneer Bourdieu, legt u eens even uit, waar gaat uw theorie nou eigenlijk over?
En wonderbaarlijk of niet, Bourdieu grijpt de gelegenheid aan om in 10 minuten werkelijk zijn hele sociologie neer te zetten. In 10 minuten vat hij eigenlijk zijn hele theorie samen. Zo mooi en zo goed. Ik heb het al een beetje ingeleid. Dan heeft het daarin inderdaad over die docile houding eventjes. Daarom dat ik dat even aankondig, omdat je het anders misschien niet snapt. Ik hoop dat het allemaal gaat werken. Het is in het Frans, maar het is ondertiteld in het Engels. En middenin houdt het op. En dan moet ik hier iets uitspoken. En dan het volgende fragmentje van 10 minuten. Dus je ziet de laatste 5 minuten van clip 1 en de eerste 5 minuten van clip 2. En dan krijg je een beetje een beeld van wat voor een enthousiaste man het was. Hoe die praten en hoe mooi die zijn eigen theorie kon uitleggen. Er zaten zoveel interessante dingen in dit stukje al meteen. Als hij moet uitleggen cultureel kapitaal, dan is het eerste wat hij doet een voorbeeld geven van taal. Hij zegt, het gaat om de uitspraak. Je kan Frans spreken, maar wanneer je Frans spreekt met bijvoorbeeld een zwaar Noord-Afrikaans accent, dan is het weinig waard op de arbeidsmarkt en op de scholaire markt. De uitspraak verraadt je en maakt je minder geschikt voor de functie waarnaar je solliciteert. Wat ik daar zo interessant aan vind, dat is, je kunt hier zien dat hij geboren is in de Pyreneeën, in een gebied waar het Frans wordt gesproken met een zeer zwaar zuidelijk accent. En dat was ook het accent wat hij als klein jongetje sprak daar in Béarn. En dat heeft hij dus moeten afleren. Hij heeft om omhoog te kunnen komen in het Franse schoolsysteem, heeft hij het dialect van zijn vader en zijn moeder zich moeten ontwennen. En daar heeft hij hele leuke dingen over geschreven. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd een keer, dat zit in die film, maar een heel stuk verderop. Dan vertelt hij dat er een of andere rechtse politicus is in Frankrijk. En die zegt van tijd tot tijd dingen die in zijn ogen buitengewoon verkeerd en dom zijn. Maar die politicus die spreekt met het accent van het zuiden. En hij zegt, ik hoef alleen maar die stem te horen met dat zuidelijke accent om al op voorhand te denken, wat die man zegt, moet wel dom zijn. Want als je zo de Franse taal uitspreekt, dan ben je dus van nature een dom persoon. En dan realiseer ik mij ineens, maar het is het accent van mijn eigen vader. Het is het accent wat ik had toen ik als klein mannetje in Béarn rondliep. Het is mijn eigen accent wat hij spreekt. Zozeer heb ik mij daarvan geprobeerd te distancieren, dat ik erop neer ben gaan kijken wat ik eigenlijk heel verkeerd vind. Ik wil helemaal niet neerkijken op het accent wat ze in mijn familie spreken. Dit voorbeeld, wat hij dus ook in het interview meteen geeft, als gevraagd wordt wat bedoelt u met cultureel kapitaal, begint hij meteen over de uitspraak, is heel goed om in je hoofd te houden als een mooie illustratie van wat hij nou bedoelt met cultureel kapitaal. Omdat de uitspraak van de taal, dat is iets dat krijg je van je ouders mee. En je kan er eigenlijk weinig aan doen, hoewel je het tot op zekere hoogte kan beheersen. Maar het kost een enorme inspanning om, als je een dialect spreekt of een taal in een bepaalde uitspraak, om je eraan te wennen om in een ander gezelschap een andere uitspraak te hanteren. Nou, hij heeft enorm hard gewerkt en Bourdieu is echt een voorbeeld van iemand die precies datgene heeft gedaan, waarvan hij zelf in het interview ook zegt dat het eigenlijk nauwelijks kan. Namelijk van onderin de hiërarchie naar boven in de hiërarchie. Zijn vader was een soort van postbode. En hij zelf heeft het geschopt tot een van de machtigste hoogleraren aan de universiteit in Parijs. En dat is wat je noemt een schitterende carrière. Hij zou dus hebben kunnen zeggen, als je maar slim bent, als je maar hard werkt, als je maar je best doet, kan je in Frankrijk alles worden wat je wil. Hij had, laten we zeggen, zijn biografie stelt hem in staat om een soort Amerikaanse ideologie aan te hangen. Die zegt, kijk naar mij, alles is mogelijk voor wie slim is en wie zijn best doet. Maar eigenlijk doet hij precies het omgekeerde. Wat in zijn werk heel centraal staat, zijn nu juist al die barrières op de weg naar boven. De dingen die het zo moeilijk maken om te klimmen. Hij zegt eigenlijk, ik ben er dan wel in geslaagd, maar ik heb enorm geluk gehad. Soms lijkt het er wel op alsof hij, als het ware, belasting betaalt over het geluk wat hij heeft gehad. Hij heeft geboft, het is hem wel gelukt, maar hij weet alle bochten, alle draaiingen waarin het net zo goed had kunnen mislukken. En dat maakt hem zo kwaad dat andere mensen die minder geboft hebben dan hij, die opwaartse sociale mobiliteit niet in de schoot is gevallen, dat hij enorm studie is gaan maken van de mechanismen die ervoor zorgen dat mensen gedwongen worden
om hun plek in het systeem te behouden, om onbewegelijk te blijven zitten in het stratificatiestelsel, ook al geldt dat dan niet voor hem. Hier zie je dat hij in de jaren 70, 80 enorm aandacht op zich heeft gevestigd met een nieuw Frans tijdschrift, dat niet alleen maar hele interessante mooie stukken bevatte, maar dat het ook visueel heel mooi was. Het Acte de la Recherche, het ziet er zo uit, dit is een nummer dat gewijd is aan de Dreyfus-affaire. Je ziet een stukje van Zola daar over Dreyfus. Maar dit is typisch, kijk zo, als je dit de cover van een tijdschrift, zou je niet denken dat is een sociologenblad. Hij was enorm altijd op mooie vormgeving, interessante ontwerpers erbij halen. Dus ook daarmee dat het tijdschrift Acte de la Recherche enorm de aandacht heeft getrokken. Maar de echte doorbraak kwam in 1979 toen het boek verscheen La Distinction. In het Engels een paar jaar later vertaald onder de titel Distinction. Het bestaat niet in Nederlandse vertaling. Als je het dus in wil lezen en je Frans is niet zo goed, dan moet je het lezen in die Engelse vertaling. Maar die is beschikbaar en altijd in de boekwinkel voorhanden. En dat boek, vooral toen het in het Engels uitkwam en enorm opgang maakte in de Verenigde Staten, heeft van Bourdieu een wereldberoemde socioloog gemaakt. Zo beroemd in Frankrijk dat hij mocht toetreden tot het Collège de France, ongeveer het hoogste kleine elitaire koor van tophoogleraren in het Franse universitaire systeem. Maar nadat hij die enorme roem had bereikt binnen de academische gemeenschap, werd hij ook toch wel een beetje een bekende, beroemde socioloog buiten de academische gemeenschap. Namelijk bij het grote publiek. Hij heeft allerlei boekjes geschreven die ook voor een groot publiek interessant zijn. Bijvoorbeeld een heel kritisch boekje over de televisie, het televisiekijken, de ondermijnende werking van het televisiekijken voor het culturele klimaat. Wat dat betreft is hij wel een beetje cultuurpessimist. En er is vaak op gewezen dat het wel erg grappig is dat iemand die zo kritisch is over sommige moderne massamedia, zoals de televisie, werkelijk niet van de beeldbuis leek af te slaan. Elke kwestie werd Bourdieu weer even op tv geïnterviewd om zijn mening te geven. En hij was nooit te beroerd om zijn mening te geven. Dus hij werd zo tegen het eind van zijn leven zelfs een beetje een bekende Fransman. Niet alleen in Frankrijk was dat zo, maar ook in Nederland, waar hij was dol op Amsterdam. Hij is heel vaak hier geweest, hij heeft vaak lezingen gehouden aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb een paar keer de eer gehad om hem te mogen inleiden. In Maison des Cartes aan de Vijzelgracht, wat nu al jarenlang onbereikbaar is vanwege de Noord-Zuidlijn, dat prachtige gebouw aan de Vijzelgracht vlakbij het Wetering Circuit, daar heeft hij menige lezing gehouden. En altijd met een enorm pathos. Begon hij altijd een beetje moe. Ik heb hem ook een keer mogen interviewen in Parijs. Toen was ik met mijn bandrecordertje naar Parijs gegaan om... bandrecordertje, dat klinkt wel erg ouderwets. Maar dat had je toen nog, een bandrecorder. Ging ik naar Parijs om Bourdieu te interviewen voor de Volkskrant, omdat hij daarna weer een tournee door Nederland kwam maken. En dat is wel heel typisch, want toen kwam ik s'avonds om 6 uur of zo. Ik had afgesproken om 6 uur op zijn instituut. En toen kwam ik daar, alle lichten waren uit. En het werd al zo ongeveer gesloten. En toen trof ik Bourdieu in zijn studeerkamer aan. Dodelijk vermoeid. Hij had de hele dag college gegeven. En hij zei, ja, ik weet het, u komt uit Nederland en u wil me interviewen, maar ik kan niet meer. Ik ben op, ik ga naar huis, ik doe het interview niet. En ik was helemaal uit Nederland gekomen met mijn bandrecorder om Pierre Bourdieu te interviewen. Dus dat was wel een hele diepe teleurstelling. Nou ja, en toen op een gegeven moment, ik zat een beetje, ik keek wel zo sip. Toen zei hij, nou ja, oké, 5 minuten, maar echt, echt niet meer. Want ik kan niet meer, ik ben echt op. Je zag het ook, hij zat helemaal daar in een half donkere kamer. Het was in het najaar en het was al donker buiten. Het gaat niet meer. Dus hij begon ook een beetje vermoeid van, oh ja, die vraag. Nou, oké. 2 uur later was ik degene die zei, Ik moet echt weg. Mijn vriendin zit om de hoek in het café te wachten en die denkt zo langzamerhand dat u mij vermoord heeft. Ik moet nu echt toch wel weg. En ik had dus 2 uur bandopnames en het was nog een heel karwei om daar een stukje van te maken. Dat is heel typisch voor de man. Dat heb ik ook heel vaak meegemaakt als hij lezingen gaf. Meestal in de eerste zinnen stelt hij zijn publiek teleur en zegt hij, ja, het spijt me, ik heb het niet zo goed kunnen voorbereiden. Ik kom net uit het vliegtuig, ik heb een jetlag, het gaat niet erg goed vandaag, neemt u me niet kwalijk. En dan raakt hij in een soort tweede versnelling, derde versnelling, vierde versnelling. En hij sleurt iedereen mee in zijn betoog. Nou ja, een heel klein voorbeeldje daarvan kon je dus even in het interview ook zien. Waar hij krijgt toch niet zulke geweldig goede vragen van mensen die zijn boeken niet gelezen hebben.
En hij begint dan een beetje laconiek, van ik hoorde net een zinnetje. En even later raakt hij toch weer helemaal meegesleept door zijn eigen redeneringen. Zo'n man was dat. Dit is dus die film, La Sociologie et un sport de combat. Een hele, hele, hele interessante film. En hij is integraal nu op YouTube te vinden. Je typt in martial art, Pierre Bourdieu, in YouTube. En je kan van clipje naar clipje reizen en de hele film doorgaan. En er zitten namelijk nog een paar van dit soort interviews in. Voor de feministen in de zaal. Hij zegt ook een paar hele, hele interessante dingen over de relaties tussen mannen en vrouwen. Het kwam nu heel, heel even voorbij als hij zegt over die kleine meisjes die zo dociel zijn. Zo zijn ze natuurlijk niet geboren, zo zijn ze natuurlijk gemaakt, zo zijn ze opgevoed. Maar later in die film gaat hij veel uitvoeriger in op de relaties tussen mannen en vrouwen. En als je dat interessant vindt, dan verwijs ik graag naar YouTube. Zo'n harde werker, zo'n enthousiaste man, vaak een beetje moe, vaak een beetje grauw, maar als hij dan eenmaal op stoom kwam, dan was hij niet meer te houden, dat niemand doorhad dat hij stervende was. Dat hij vreselijk aan kanker leed en allerlei therapieën volgde. Niemand wist dat, natuurlijk wel in zijn kleine intieme kring, maar die mensen zoals ik, die hier naar zijn lezingen gingen en zo, hadden geen idee dat dat ook een van de redenen was dat hij vaak zo grauw was en zo treurig. Hij was heel ernstig ziek en het kwam dus als een enorme schok toen we ineens hoorden in januari 2002 Bourdieu is overleden. En zoals ik al zei, breed over de voorpagina van Le Monde, wat zijn roem aangeeft. Ik heb op Blackboard wat van zijn belangrijke titels gezet in de Engelse vertaling, omdat ik er toch maar even van uitga dat voor velen in de zaal Frans een beetje lastig is. En de tweede titel hier is dus zijn belangrijkste boek, Distinction. Zo zien een paar van zijn beroemdste boeken eruit in de Engelse vertaling. En dan nu over de theorie. En ik fixeer mij vandaag heel erg op wat hij zegt in het boek Distinction, La Distinction. De theorie in dat boek begint eigenlijk met het maken van de fijne onderscheiden. Je ziet op de cover van het boek een plaatje van een 17e eeuwse fijnproever. Iemand die aan een tafel zit en de gerechten op zijn tong laat smelten om onderscheid te maken. Wat is nou een lekkere oester? Wat is nou een goede wijn? Er zijn mensen die zijn in staat om verschillende soorten wijn te onderscheiden of van een bepaald type wijn weer verschillende jaren te onderscheiden. Het maken van het fijne onderscheid, kleine verschillen te kunnen waarnemen. Kunnen horen dat een cantate van Bach toch weer een beetje anders klinkt dan een cantate van Telemann. En dat dan ook meteen herkennen. Dit moet wel een vroeg werk van Bach zijn. Want dan maakt hij nog niet van die contrapuntische ingewikkeldheden die zijn latere werk karakteriseren. De fijne, de kleine onderscheiden waarnemen. Nou, en wat Bourdieu nou zegt is het volgende. Als je die fijne onderscheidingen waarneemt en de dingen ordent, klassificeert, geef je daarmee ook aan waar je zelf staat in het klassenmodel van de samenleving. Je onthult iets over je eigen positie in de sociale stratificatie door het maken van die onderscheiden. Dus als je tegen iemand zegt van wat voor muziek hou je en die zegt van Of laten we zeggen, wat hou je van de muziek van Beethoven? En die zegt, nou, al dat klassiek, die Beethoven en Brahms en zo, dat is eigenlijk niks voor mij. Dus die maakt binnen de categorie klassieke muziek geen onderscheid tussen Bach, Beethoven, Brahms en andere componisten die met een B beginnen. En dat zegt meteen iets over iemand. Dan weet je, die heeft niet op de lagere school muziekles gehad. Die heeft niet door zijn ouders gedwongen met pistool op de borst naar de pianoles gegaan. Als je zegt, al die klassieke muziek is niks voor mij. En nog erger, al die klassieke muziek is niks voor ons. Ons soort mensen. Dan geef je iets weg over je klassepositie. En Bourdieu vat het heel mooi samen. De smaak klassificeert. Als je smaak hebt, als je goede smaak hebt, smaak voor wijn, smaak voor muziek, smaak voor schilderijen, smaak voor vakantiebestemmingen. Dan heb je de verfijnde smaak, de gedistingueerde smaak, de smaak van de hogere klasse. En dat is ook een smaak die heel erg klassificeert, die heel veel kleine, fijne onderscheiden aanbrengt. Die smaak klassificeert, maar daarmee klassificeert hij ook degene die
klassificeert. Je onderscheidt jezelf van andere mensen door in de wereld onderscheidingen aan te brengen. Dat is een hele belangrijke, centrale gedachte van Bourdieu. Wie fijne onderscheiden aanbrengt en wie ook op een bepaalde manier onderscheiden aanbrengt. Je moet weten wat de code is, waar je op moet letten. Die geeft daarmee ook aan tot welke maatschappelijke laag hij of zij behoort. Ik ga even helemaal vooruitlopen over iets wat helemaal aan het eind van het college zit. Maar ik denk dat het dat meteen nu al duidelijk kan maken. Want ik zei, het gaat niet alleen maar om dat je kunt onderscheiden, dat je een vroege Bach en een late Bach van elkaar kan onderscheiden. Maar het gaat er ook om hoe je het doet. En wat ik helemaal aan het eind van het college heb zitten, ik weet niet eens zeker of ik er nog wel helemaal aan toe kom. Dat is bijvoorbeeld hoe mensen onderscheiden maken wanneer ze door een museum lopen en naar mooie schilderijen kijken. Dan zijn er verschillende manieren om daar commentaar op te leveren en klassificaties in aan te brengen. Een van de manieren om dat te doen is om een directe lijn te leggen tussen het afgebeelde, als we er even van uitgaan dat het figuratieve schilderijen zijn, en dat kan heel, dat kan heel concreet zijn en het kan heel abstract zijn. Ik hoop niet dat dit doorgaat. Dit heb ik al eens eerder gehad in een zaal. Je kan een stelletje appels zien die werkelijk zijn om erin te bijten. En je kan een stelletje appels zien die heel geabstraheerd zijn, zoals bij Picasso. Maar laten we ervan uitgaan, we hebben het over figuratieve schilderijen. Dan heb je aan de ene kant een klassificatie waarbij mensen contact maken, leggen tussen het afgebeelde en de wereld daarbuiten. Dus die zeggen bijvoorbeeld, wat een lekkere appels, die zou ik wel lusten. En je hebt een klassificatie die let op de formele aspecten van het schilderij. Dus dan zeg je bijvoorbeeld bij Picasso van, dit hoort tot zijn, weet ik veel, zijn roze periode. Of je verwijst naar een ander schilderij. Je zegt, dit schilderij van die appelen, dat doet me heel erg denken aan een schilderij van, met appelen van Caravaggio uit de 16e eeuw. Of een stillevendje wat Rembrandt heeft gemaakt in de... Nou, Rembrandt maakte niet zoveel stillevens. Maar een stillevendje uit de 17e eeuw. Of hier zie ik nog de diagonaal die hier doorheen loopt doet me denken aan een bekend schilderij van Manet. Waarvan we trouwens weten dat Picasso daar zo'n bewonderaar van was. Dus je let op vorm interne elementen. Wie die klassificatie maakt, dat tweede type, heeft een hogere maatschappelijke positie dan degene die het eerste type klassificatie maakt, waarbij die zegt, die appeltjes die op dat schilderij zijn afgebeeld, die lijken me wel lekker. Daar zou ik er wel eentje van lusten. Er is in de hogere klasse zelfs eigenlijk een taboe op het leggen van een te directe lijn tussen datgene wat wordt uitgebeeld in zo'n schilderij enerzijds en de echte wereld, de alledaagse wereld, de wereld van het dagelijks brood, de wereld van Albert Heijn gaan en boodschappen doen, anderzijds. Wie dat doet, wie in het museum die lijn tussen de virtuele, de esthetische universa enerzijds en de ware, realistische wereld buiten het museum anderzijds, wie die lijn te scherp legt, disqualificeert zichzelf. De andere mensen kijken een beetje, in termen van Elias, kijken een beetje gegeneerd. Dat is niet wat je moet zeggen hier in het museum. We kijken hier naar een schitterend naakt van Klimt. En de allusie aan, wat een lekker stuk. Nou, bij Klimt zijn het niet zulke lekkere stukken. Maar die zou ik wel eens een keer in het echte leven willen ontmoeten. Dat zeg je niet in het museum. Dat doe je niet. Dan laat je zien dat je niet weet hoe het hoort. Nou, dit zijn het soort dingen waar Bourdieu enorm op gespitst is. En een van de redenen... Nee, nog maar even deze laten staan. Een van de redenen waarom het belangrijk is, dat heeft ook te maken met endogamie. Heel opvallend in onze westerse samenlevingen, waarin wij toch allemaal geloven in het grote romantische ideaal van je valt op een ander en die vind je dan zo leuk en dan ga je daarmee in een relatie en uiteindelijk trouw je met elkaar en krijg je kinderen. Je gaat met iemand verder omdat je voelt tussen ons is een klik. Die hele gedachte wordt natuurlijk ontzettend ondermijnd door de empirische waarneming dat mensen nog altijd heel erg sterk trouwen binnen hun eigen klasse. En het klassensysteem zou ook echt in scherven liggen op het moment dat dat heel anders zou worden. Als mensen van alle verschillende klassen maar door elkaar heen zouden gaan trouwen, dan zou dat klassensysteem niet meer intergenerationeel stabiel zijn.
Natuurlijk zijn er altijd beroemde uitzonderingen op de regel. Prinsen worden altijd weer verliefd op bedelmeisjes. Maar dan vaak in zo'n sprookje blijkt dat het bedelmeisje eigenlijk een betoverde prinses was. Dus dan is het allemaal toch nog wel weer goed. Maar afgezien van deze romantische, dramatische uitzonderingen is het in het algemeen zo dat mensen veel sterker binnen hun eigen groep trouwen. Ik heb het niet over allerlei leuke, spannende relaties aangaan, maar ik heb het echt over samen kinderen krijgen. Daar draait het om. En dan zie je dat mensen veel meer binnen hun eigen maatschappelijke laag een stabiele relatie aangaan om samen kinderen op te voeden, dan je zou denken als je helemaal gelooft in het romantische ideaal van je valt op wie je valt. Hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt inderdaad ook langs dit principe. Wanneer je, laten we zeggen, je vindt iemand leuk, je zit met iemand in het café en je zit een beetje te praten. En dan, je moet het ergens over hebben, dus dan ga je het inderdaad hebben over welke muziek hou jij van. En als ze dan allebei ineens tegen elkaar zeggen van, vind jij de sonates van Scarlatti ook zo mooi? Dan denken ze van, oh, dat is geweldig, zeg, dit is echt een klik, nu zit ik met iemand te praten. Wat wonderlijk dat die sonate 268 net zo mooi vindt als ik. Maar wat je eigenlijk ook zit uit te zoeken is dit iemand die bevalt in de ogen van mijn ouders? Waarvan mijn ouders niet zullen denken, waar kom je nou toch mee thuis? Je bent al aan het aftasten wat de klassepositie van de ander is. Je vraagt niet aan die ander, wat is het netto maandinkomen van je vader en heeft hij ook nog een bonus erbovenop? Maar je kunt een heleboel afleiden uit de culturele uitingen van de ander. En het is langs die lijn van het cultureel kapitaal dat het economisch kapitaal wordt gehomogeniseerd. Je kunt allerlei indicaties afleiden uit wat andere mensen over zichzelf vertellen op het esthetische gebied. Dan kun je een heleboel indicaties afleggen in, matchen wij goed? Horen wij bij elkaar? Klopt dit? Kunnen wij door één deur? Nou, dit is, en dat is het laatste wat ik voor de pauze doe, dan geef ik jullie even de vrijheid. Maar dit wil ik nog even doen, want het is leuk om ook in de pauze nog even over door te discussiëren. Bourdieu heeft een van zijn eerste boeken, is al uit de jaren 60, en dat heet Un art moyen, een middelmatige kunst, een mediocre kunst. En dat boek gaat over fotografie, 1965. En natuurlijk, goede socioloog, de fotografie op zich is hij niet in geïnteresseerd. Hij is geïnteresseerd in hoe mensen fotografie gebruiken om zichzelf te positioneren in een stratificatiemodel. Dus terwijl La Distinction uitkwam in 1979, had hij dus al in 1965 een boek geschreven waarin hij eigenlijk voor het eerst op het spoor kwam van het culturele kapitaal. Hoe belangrijk het is hoe mensen hun esthetische klassificaties aanbrengen en daarmee zichzelf klassificeren in een sociale hiërarchie. En onder andere vroeg hij mensen voor dat. Bourdieu is iemand die kwalitatief en kwantitatief dwars door elkaar doet. Dus aan de ene kant zit hij uren met mensen te kletsen, maar hij heeft ook grote enquêtes gehouden. En een van de enquêtevragen die hij dan aan mensen stelde was, en mensen van verschillende maatschappelijke lagen, die hij dan stelde was, wat zou nou een mooi onderwerp zijn voor een foto? En dan had hij een stuk of 25 onderwerpen en ik heb er hier een paar tussen uitgevist om even het principe duidelijk te maken. Wat dan blijkt, dat is dat de mensen in de laagste maatschappelijke klassen, die vinden als het ware de meest realistische onderwerpen het mooiste, waar de meeste continuïteit is met het leven van alle dag. Dus die zeggen, de eerste communie, hè, die kleine kindertjes die in hun prachtigste jurk voor de katholieke kerk staan omdat ze nu eerste communie hebben ondergaan. Of, wat is er mooier dan een zonsondergang, een prachtige mooie zonsondergang. Dat zijn mooie onderwerpen voor foto's. De hoogste maatschappelijke laag, die vindt dat ook wel. Die zegt, ja, dat zijn inderdaad wel mooie onderwerpen, maar een stuk touw of een autokerkhof of een dwars door midden gesneden bloemkool, daar kan je ook een hele mooie foto van maken. Interessant zijn de stijgende middengroepen. Mensen in de middengroepen die omhoog willen komen. Die zeggen namelijk iets verrassends. Die zeggen namelijk, een zonsondergang is een lelijk onderwerp. Daar zou ik nou nooit een foto van maken. Ik zou nooit een foto gaan maken van kindertjes die met de eerste communie in hun mooie jurkjes. Ze distancieren zich van de lagen waaraan ze bezig zijn te ontsnappen. Ze willen omhoog
En dus moeten ze zich afzetten tegen de maatschappelijke lagen die onder ze zitten. En zij zullen juist zeggen, een metalen stellage, een stuk touw. Kijk, dat zijn al mooie onderwerpen. Dat zijn leuke onderwerpen. We hebben het nu wel over de jaren 60. Hè? Dit zijn van die, ja, van die artistiekerige amateurfotografen die van die hele mooie kunstzinnige zwart-wit foto's maken. En die sturen ze dan op naar zo'n fotoblad in de hoop dat hun foto zal worden afgedrukt. De fotografie in de jaren 60 veel meer. We leven nu in een andere tijd met al die digitale gefotografeerd van twee glimlachende hoofdjes naast elkaar. Maar dit is dus een tijd in de middenklasse probeert men op een hele esthetiserende manier foto's te maken. En dan laat je zien dat je artistiek gevormd bent, dat je daar talent voor hebt. En je distancieert je van de lagen onder jou. En juist die onderwerpen die in de laagste maatschappelijke lagen worden gezien als niet mooi. Zoals, dat is een ander onderwerp, een karkas van een koe die uitgebeend wordt door de slager. Daarvan zeggen de onderste maatschappelijke lagen, dat is natuurlijk niks, daar ga je geen foto van maken, wat krijgen we nou? En de middengroepen zeggen juist van dat onderwerp met grote nadruk, kijk, dat is nou een mooi onderwerp voor een foto. En daarin zie je hun beweging weg van die groepen waaraan ze proberen te ontsnappen. In hun voorkeuren voor fotografieonderwerpen, in hun voorkeuren voor muziek, voor schilderijen, tonen mensen niet alleen waar ze zitten in de hiërarchie, maar ze tonen ook de beweging aan. Ze tonen ook waar ze van weg willen en ze tonen ook waar ze heen willen. En nu zou je kunnen zeggen, en dat is heel interessant. Dat kan zijn, dat kan voor veel mensen. Ik ga nu iets zeggen wat echt voor de pauze bedoeld is, dat je nog even over kan doordenken. Dit kan wel allemaal wel wezen en dat zal voor veel mensen gelden, maar toevallig ben ik zelf niet zo. Mij interesseren die dingen niet zo. Als iemand mij deze vraag zou stellen van wat is een mooi onderwerp, ik weet niet eens, ik zou er misschien niet eens op ingaan. Maar ook dat, zegt Bourdieu, is een positie. Die mensen die dat zeggen, die zeggen van, ik heb eigenlijk geen zin om die vragen te beantwoorden, die nemen ook een bepaalde positie. Laten we zeggen, die zijn van Greenpeace en die zijn van Alternatief en die stemmen op GroenLinks. Dat is eigenlijk ook een heel klassificeerbare categorie. De groep die het klassificeren, die zich als het ware boven het klassificeren probeert te verheffen. En wat je moet onthouden, en dat maakt het zo ontzettend interessant, iedereen, of hij het wil of niet, geeft voortdurend indicaties af over zijn maatschappelijke positie en over zijn beweging door het stratificatieschema, of hij of zij dat nou wil of niet. De kleding die je draagt, verraad je. De manier waarop je je haren hebt zitten, verraad je. De uitspraak van de taal, en dat geldt voor het Nederlands, maar ook voor het Frans en het Duits en het Engels, alle andere talen, de uitspraak van de taal, daarmee geef je informatie weg over waar je in het certificatiestelsel zit, waar je vandaan komt, waar je heen wilt. Als je op de onschuldige vraag, wat vind jij nou van André Hazes, hoe leuk vind jij Rieu, luister jij naar uitvoeringen van de cantates van Harnoncourt, of vind je toch eigenlijk Mengelberg het mooiste wat er bestaat? Je denkt dat je het hebt over muziek, in werkelijkheid heb je het over klasse. En iedereen doet mee, zegt Bourdieu, en er is geen ontsnappen mogelijk. We zijn opgenomen in dit systeem. En dit is heel marxistisch in Bourdieu. Dit is heel marxistisch. We zitten opgesloten in een klassenstelsel. Klassen die hoger en lager zijn, die ook gespannen relaties met elkaar hebben. Waar je ook zelf een gespannen relatie mee hebt. De ene wil je liever niet bij horen, de andere wil je liever wel bij horen. We zitten erin, we geven er informatie over af aan anderen, we positioneren ons, we zetten onszelf in de etalage. Of we het willen of niet. Of we het willen of niet. Iemand zegt tegen je, waarheen ga jij op vakantie deze zomer? Wat zijn je plannen voor de zomer? Uit het antwoord blijkt iets over je maatschappelijke klasse. En iedereen die zegt dat dat voor hem of voor haar persoonlijk niet zo is, die is eigenlijk ten prooi aan kwade trouw, die speelt vals. Dat is een, laten we zeggen, iemand die zijn eigen positie toedekt, zijn eigen positie camoufleert. En nou ja, tenslotte dan, het ene lokt weer het andere uit en daardoor ga ik te lang door. Maar in dat interview vond ik één stukje wel heel erg leuk. Dat was dat Bourdieu op een gegeven moment zei, mensen zijn een beetje bang voor mij. Ik kom op een feestje.
Iedereen staat in groepjes met elkaar te praten. En van ja, heb je het laatste stuk van Pierre Boulez gehoord? Geweldig. Nou, en wij zijn vorige week zijn we naar zo'n mooie opening gegaan van een galerietje hierachter. En dan kom ik binnen en dan om mij heen vallen de gesprekken stil. Want de mensen zeggen van Bourdieu is er. En ze denken, die heeft ons door. Die begrijpt waar we eigenlijk mee bezig zijn. Dus ze ervaren mij, ze ervaren deze sociologische theorie eigenlijk als een bedreiging. Ik schuur aan de randjes van wat pijnlijk is. Waar mensen eigenlijk liever niet over na willen denken. En omdat ze er liever niet over na willen denken, vind ik het leuk dat jullie er in de pauze even over nadenken. En dan ga ik over een kwartiertje weer door. Dat fenomeen heb ik al eerder gehad in een andere zaal. Wat er gebeurt is, deze microfoon die is draadloos verbonden met een versterker die op die boksen zit. En dan kan het zomaar gebeuren dat iemand in een ambulanceauto of in een gebouw hiernaast per ongeluk in dezelfde frequentie zit en hoor je hem hier uit de box komen. Ik heb net aan de portier gevraagd om iemand langs te sturen. Dus misschien word ik direct weer onderbroken door iemand die binnenkomt en zegt wat is er aan de hand. Want het is lastig natuurlijk als je steeds onderbroken wordt. En ik hoop dat ik niet onderbroken word door die stem. Maar we beginnen maar gewoon en we zien wel hoe het verder gaat. Nou, dit wat hier staat is wat ik net eigenlijk al voor de pauze zei. Bourdieu zegt, je zou het zelfs kunnen vergelijken met de psychoanalyse van Freud. Daarvoor geldt eigenlijk datzelfde, dat mensen het een pijnlijk en een moeilijk en een gevaarlijk en een griezelig onderwerp vinden. Je schuurt langs de randjes, je begint over dingen waar mensen het liever niet over hebben. Dit is een van de eerste zinnen in het boek La Distinction. De sociologie zit meer in de buurt van de sociale psychoanalyse als het gaat over zo'n onderwerp als de goede smaak. Want daarover wordt gevochten in het veld van de culturele productie en reproductie. En wat hij ook zegt, dat tweede citaat in het Frans, het is juist op dat gebied dat mensen de sociale aspecten ontkennen. De denegation du social. Mensen zeggen, nee, maar sociale speelt helemaal geen rol. Ik hou gewoon heel erg van de cello suites van Bach. Ik vind nou eenmaal toevallig, ja mag ik dat alsjeblieft, de Goldberg variaties van Bach, het mooiste wat er ooit is geschreven. Niet om mij te onderscheiden van andere mensen. Het soort volk dat André Rieu leuk vindt en waar ik natuurlijk niet mee gezien wil worden. Dat niet. Ik hou zo van Bach. Dat is alles. En wat Bourdieu nu zegt is, daarmee ontkennen ze dus eigenlijk iets wat juist heel belangrijk is. Dus de socioloog heeft als het ware ook de taak, het doet een beetje denken aan de manifeste en de latente functies. De socioloog heeft hier ook een beetje de taak om iets naar boven te halen, iets aan de oppervlakte te brengen, wat de meeste mensen graag een beetje wegduwen onder die oppervlakte. Nou, dan toch iets meer over de termen. Het begrip cultureel kapitaal, dat zijn eigenlijk al die kennisvormen die je leert in huis, van je ouders, van je peer group, van je vriendjes, van de docenten op school. Maar de school speelt er wel een hele belangrijke rol in. Naast bijvoorbeeld ook de media, de massamedia. Je steekt ook een heleboel op van het kijken naar televisieprogramma's. En dan scheelt het ook weer of je de hele dag zit te kijken naar MTV, of dat de hele dag op de achtergrond CNN aanstaat. Of dat je voortdurend maar door je ouders wordt gedwongen om te kijken naar verantwoorde VPRO-programma's. En zo verwerf je een bepaalde manier van indelen, ordenen, klassificeren, voorkeuren ontwikkelen, een goede smaak ontwikkelen. En veel van die processen verlopen onbewust, maar de uitkomst is niettemin buitengewoon helder, namelijk, sommige mensen bezitten meer van het in de hoge maatschappelijke lagen gewaardeerde culturele kapitaal dan anderen. En ze kunnen er ook hun voordeel mee doen. Cultureel kapitaal, zegt Bourdieu, is niet één op één, maar toch wel tot op zekere hoogte te vertalen in, of nee, laat ik het anders zeggen, is zelfs concreet om te zetten in economisch kapitaal. Iemand met heel veel cultureel kapitaal kan daar onder de goede omstandigheden ook economisch kapitaal aan ontlenen. Dus je kunt, als je het goede cultureel kapitaal hebt, nemen je kansen dat je later een flink inkomen gaat verdienen, die kansen die nemen toe.
Ik zei al, het is geen één-op-één relatie. Het kan ook wel eens tegenzitten. Er zijn mensen met heel veel cultureel kapitaal en niet de bijpassende kwantiteit economisch kapitaal. Laten we zeggen, iemand die altijd heel erg hard heeft gewerkt op de middelbare school, ontzettend zijn best deed, excelleerde bij geschiedenis. En dan zegt de leraar van, nou, jij moet maar geschiedenis gaan studeren. Die gaat naar de universiteit, gaat die geschiedenis studeren. Uitstekende student, haalt alles met achten en negens. Dan zegt de professor, nou, jij moet maar een proefschrift schrijven. De student schrijft een briljant proefschrift, promoveert cum laude op een heel erg klein en specialistisch onderwerpje over, weet ik veel, Frankrijk in de 14e eeuw. En dan? Hoe kom je aan werk met een prachtig proefschrift over Frankrijk in de 14e eeuw? Toevallig zit de universiteit net op slot. Er worden bezuinigingen gehouden. Je kan eigenlijk geen plaatsje meer krijgen. Moeilijk om in het buitenland te solliciteren, want je bent gespecialiseerd in de geschiedenis in Nederland. Je kan heel goed middeleeuwse manuscripten in het Nederlands lezen, maar in Amerika is daar niet zoveel vraag naar. Uiteindelijk word je geschiedenisleraar op een middelbare school in, nou, wat zullen we nu zeggen, Assen-Delft. En het is geen pretje in Assen-Delft, want die kinderen die hebben allemaal andere interesses wanneer ze 15, 16, 17 zijn dan om te luisteren naar jouw knappe verhalen over de Gouden Eeuw. En daar sta je dan met een niet al te royaal leraarsinkomen, een aanstelling van 15 uur en een klas ontzettend lastige kinderen waarbij het voornamelijk de vraag is hoe krijg ik ze stil. Dat heeft 30 jaar keihard studeerde aan de universiteit, je uiteindelijk opgeleverd. En een boek wat in de kast staat en wat je zo en dan aan je vrienden kan laten zien. Dit is mijn briljante proefschrift. En dan zet je het weer terug op de plank. Dat is dus een voorbeeld van zeer veel cultureel kapitaal, niet goed ingeslaagd om het om te zetten in economisch kapitaal, een economische voorsprong. Dat kan dus ook gebeuren. Het is niet helemaal gezegd dat die twee met elkaar altijd corresponderen. Dit schema geeft dat een beetje aan. Bourdieu heeft hier een heel ingewikkeld soort indeling gemaakt. Onderaan weinig kapitaal. Bovenaan, hè, hier staat handarbeiders. Bovenaan heel erg veel kapitaal. Maar als je nou naar links gaat, dan neemt het culturele kapitaal toe. En als je naar rechts gaat, neemt het economische kapitaal toe. Dus er is een lijn die loopt van links naar rechts van meer en meer en meer economisch kapitaal. En er is een lijn die loopt van rechts naar links, meer en meer en meer cultureel kapitaal. Het is een ingewikkeld schema. Hij is dol op deze schema's, de boeken staan er vol mee. Waarbij hij dus een verticale hiërarchie heeft van weinig naar veel. En een horizontale lijn aanbrengt waarin het de ene kant op economisch wordt uitgezet en de andere kant cultureel. En wat je dan bijvoorbeeld krijgt, dat is linksboven. Daar zitten bijvoorbeeld de mensen met niet zoveel economisch kapitaal en een enorme overdosis aan cultureel kapitaal. Dus daar zie je bijvoorbeeld leraren op middelbare scholen staan. En rechtsboven, mensen met zeer veel economisch kapitaal, maar misschien weer wat minder cultureel kapitaal. Daar zie je dus bijvoorbeeld de CEO's van de grote bedrijven staan, die en je ziet allemaal rare woorden hier staan. Daar helemaal rechtsboven, dus veel geld, minder cultuur. Dat is jacht, paarden, champagne. En hier linksboven zie je piano, schaken. In een ander schema heeft hij ook allemaal componisten daar opgenomen. Daar staan dan inderdaad Stockhausen en Pierre Boulez en de Goldberg-variaties. Die horen dus bij mensen die beter geslaagd zijn in het vergaren van cultureel kapitaal dan in het vergaren van economisch kapitaal. Maar toch zitten de meeste mensen meer in het middengebied, waar dus de twee kapitaalvormen elkaar ongeveer evenwicht houden. Dit zijn het soort modellen waar hij mee werkt. En het is eigenlijk ook meteen een soort kritiek op een economisch deterministische marxistische interpretatie. Omdat wat Bourdieu de Marxisten verwijt, wat die Marx natuurlijk verwijt, maar ja, die is al heel lang geleden overleden, maar de hedendaagse Marxistische sociologen, wat die hen verwijt is dat ze te exclusief aandacht hebben voor het economisch kapitaal en te weinig aandacht hebben voor andere kapitaalvormen. En wat zo origineel is aan Bourdieu, dat is echt wat hem heel erg vernieuwend maakt, dat je het begrip kapitaal, zoals we dat kennen van Marx, hè, want laten we eerlijk zijn, daar komt dat woordje natuurlijk vandaan. Dat is Das Kapitaal, het beroemdste boek van K. Marx. Dat hij dat begrip kapitaal van Marx gebruikt en er een ander adjectief voor zet, cultureel.
en laat zien, maar dan nog functioneert het in bepaalde opzichten zoals bij Marx het economisch kapitaal functioneert. Bijvoorbeeld, je kan het accumuleren. Voor cultureel kapitaal geldt ook, als je er veel van hebt, krijg je er nog veel meer van. En als je er weinig van hebt, dan schiet het niet erg op. Wie veel heeft, krijgt meer. Wie weinig heeft, gaat niet zo snel. En ook geldt voor cultureel kapitaal, wat geldt voor economisch kapitaal. Het is overdraagbaar van de ene generatie op de volgende. Het blijft in de familie. Cultureel kapitaal blijft in de familie. Dus je kunt het accumuleren, je kunt het inzetten, je kunt het overdragen op je kinderen. En in al die opzichten lijkt dat culturele kapitaal, die voorkeur voor de Goldberg-variaties of voor de schilderijen van Manet, dat lijkt op hoe het gaat met economisch kapitaal. En soms loopt het zelfs via die band. Hoe komt het nou dat een rijke vader, hè, wat hij in het interview even zegt, le riche papa, een rijke vader die krijgt kinderen en de kans is groot dat die kinderen zelf ook weer rijke mensen worden. Hoe komt dat? Nou, dat kan lopen via de omweg van het culturele kapitaal. Dat is dan als het ware in biljarttermen, het wordt gespeeld over de band van het economisch kapitaal, van het cultureel kapitaal. Een derde kapitaalvorm die ook vaak bij Bourdieu naar voren komt en die ietsje minder origineel is, waar andere sociologen waren hem voorgegaan. Hij heeft het eigenlijk heel vaak over drie kapitaalvormen. Soms heeft hij er ook wel eens vier en heeft hij nog over symbolisch kapitaal. Maar meestal gaat het om drie. Economisch kapitaal, cultureel kapitaal en de derde is sociaal kapitaal. En sociaal kapitaal, dat is makkelijk uit te leggen, dat gaat over het netwerk. Wie ken je? Welke mensen zitten er in je netwerk? En dat gaat over bijvoorbeeld wie kun je inzetten op het moment dat je even steun nodig hebt. Laten we zeggen, het gaat niet zo goed met die jongen op die school. Zoals hij net al vertelde, die jongens hebben het vaak wat moeilijker dan die meisjes op de middelbare school. En dan zijn ze 16 of 17 en ze interesseren zich totaal niet voor die geschiedenislerares die zo'n schitterend proefschrift heeft geschreven en daar niet genoeg mee verdient. Maar ze spijbelen liever en het gaat dus niet goed. Nou, wat doe je dan? Dan kan je zeggen, ja joh, we hebben je op die school gezet, we hebben je alle kansen geboden. Maar ja, je hebt je kansen verspeeld, dus zoek maar een baan. Wat er gebeurt in de hogere milieus, dat is dat er een sociaal netwerk wordt ingezet. Er worden bijlesleraren tegen aangezet, er wordt een bevriende leraar in de familie die wordt ingeschakeld. Of er wordt bijvoorbeeld gezegd door de vader van, ik ga wel eens even praten met de directeur van de school. En ga ik wel eens even zeggen van, ja, het is een beetje vervelend gelopen met Arend Jan. Hij is de laatste tijd, heeft hele andere dingen aan zijn hoofd. Jullie moeten een beetje begrip hebben voor zijn situatie. Het is een super slimme jongen. Maar ja, hij is een beetje dyslectisch, dat dan weer wel. Maar, nou ja, en dan op die manier. En het beste is eigenlijk als je die directeur, als je niet de afspraak met die directeur maakt, maar die kom je op een feestje tegen. Je gezondheids, ja, het is vreselijk hoor wat ik nu zeg, maar de kans dat je doodgaat aan een ziekte wordt kleiner als je een netwerk hebt waarin wat ziekenhuisspecialisten zitten. Als je mensen, specialisten kent die in ziekenhuizen werken. En je kunt op die manier een beetje om de wachtlijst heen. Of iemand zegt van, nou, ik zal wel eens even, ik heb daar nog wel een vriendje zitten. Ga ik wel eens even mee praten. Dit is toch vervelend. Zou toch naar zijn wanneer een half jaar moet wachten op een operatie. Terwijl dit toch best wel urgent is. Het scheelt. Bowen Pol, die mijn collega bij in het Spinhuis, die heel erg Bourdieu specialist is. Die vertelde me een keer een verhaal dat hij een auto-ongeluk had veroorzaakt. Toen hij nog in Amerika woonde. En toen hij is nu 40, maar toen hij 17 was of zo, toen, of 18, toen was hij met een auto tegen een andere auto aangereden. En het was allemaal, nou, het had niet slim aangepakt in elk geval. En onmiddellijk zette de familie het advocatennetwerk in. En er werd een advocaat ingehuurd die voor weinig geld, want dat was een vriendje van de familie, die even ging aantonen dat Bo natuurlijk geen enkele blaam trof, maar dat die andere automobilist niet uit zijn ogen had gekeken. En bovendien stond de zon heel laag en bovendien stond het stoplicht op groen. En Bo kwam er dus mooi van af. Omdat zijn moeder op school had gezeten met die advocaat die oude vriendin graag nog een plezier wilde doen om haar zoontje even uit de problemen te halen. Dat is sociaal kapitaal. En sociaal kapitaal, cultureel kapitaal en economisch kapitaal interacteren met elkaar. Als je een machtig en belangrijk en goed netwerk hebt,
waar schooldirecteuren en mediamensen en ziekenhuisspecialisten en advocaten in zitten, dan zijn je kansen groter in het sociale leven dan wanneer je dat allemaal niet hebt. Wanneer je dat allemaal via, zeg maar, de antwoorddienst op de telefoonlijn moet spelen. Nou, dit alles bepaalt wat je plek is in het veld. En dat is een andere term. Ik sta een beetje de belangrijke termen van Bourdieu nu na te lopen. Dat is een andere term van Bourdieu die buitengewoon belangrijk is. Wij allen bevinden ons in een soort van veld. Als ik het heb over sociale stratificatie en over de klassenmaatschappij, dan denk je aan een ladder, hè? En dan denk je aan hoog-laag. En je staat op een lage tree of op een hoge tree. Zo praten we er ook veel over. En je herinnert je misschien in het boek Samenlevingen, in het hoofdstuk over stratificatie, helemaal in het begin. Dan vragen wij ons af, hoe komt het eigenlijk dat we denken in termen van hoog en laag? Dat is een interessante vraag, hoor. Dus goed om even over na te denken. Waarom zeggen we eigenlijk, sommige mensen staan hoog op de ladder en andere mensen staan laag op de ladder? Waar komt eigenlijk die metafoor? Het is natuurlijk toch maar een metafoor. Waar komt die metafoor vandaan? Hoge maatschappelijke klassen, hoge maatschappelijke lagen, lage maatschappelijke lagen. En er zijn ook tegenmetaforen. Hè? Je kan ook zeggen, sommige mensen zijn heel oppervlakkig, maar andere mensen zijn juist heel diep. Die zijn juist geïnteresseerd in de fundamentele kwesties. Dat is dan de superieure positie. Hoe dieper, hoe fundamenteler, hoe grondiger, hoe belangrijker. Dus dat is een omgekeerde hoog-laag hiërarchie. Dan is het, hoe meer je de diepte ingaat, hoe beter het is. Want die mensen die aan de bovenkant zitten, die zijn een beetje oppervlakkig. Die blijven een beetje drijven aan het oppervlak. En de verklaring die we geven in samenlevingen, in hoofdstuk 6, dat is dat we zeggen, het heeft misschien wel, maar het is echt een gok. Maar goed, dat had Nico Wilterink denk ik eens ergens gelezen. Het heeft misschien wel te maken met de ervaring van kinderen. Wie machtig is, dat zijn de volwassenen. En jij zelf bent een klein kindje, dus jij bent 3 en je staat daar en je kan nog maar net lopen en je kijkt omhoog en dan kijk je zo naar boven en dan zie je dus het gezicht van je vader en van je moeder die boven je uit torent. En dat verschil in hoogte van lichaam, kleine lichamen, korte lichamen, lange lichamen, correspondeert met maatschappelijke macht, economisch voordeel, politiek voordeel, affectieve, cognitieve monopolisering. En zo wordt in het brein van alle mensenkinderen gebrand en misschien zelfs wel van dierenkindertjes. Wat groot is, wat hoog is, is hoger ook in een maatschappelijke hiërarchie. En daar kijk je dus letterlijk, daar kijk je dus tegenop. Je kijkt niet naar beneden, looking down upon. Al die talen hebben dat soort uitdrukkingen van naar beneden kijken. Dat is neerbuigend zijn, maar naar boven kijken, dat is onderdanig zijn, respect betonen. Hè? Wanneer je ook respect betoont aan een belangrijk iemand, dan ga je door de knieën. Dan maak je een voetval. Procrastinatie. Dus daar gaat hij weer. Claim is moderate. Goed, dat is dus een ik probeer maar even door te gaan. Hoop dat hij direct zijn kop weer houdt. De hulp is ook niet gearriveerd. Dat is dus een lijn, hè? De hoog-laaglijn. Maar als hij het heeft over het veld, dan is het dus weer een tweedimensionale ruimte. En je kan het dus vergelijken, het is wel moeilijk. Je kan het dus vergelijken met een voetbalveld of met een arena waar mensen zich doorheen bewegen. Dus Bourdieu heeft meer een tweedimensionaal idee en soms ook driedimensionaal. Je beweegt je door die ruimte heen. Je kan van linksonder naar rechtsboven gaan. En wat ik hier heb geschreven is, je kan het zien als een speelveld, als een voetbalveld, als een strijdperk, als een arena. En eigenlijk bevinden we ons voortdurend in allerlei velden. We bevinden ons in een economisch veld. We bevinden ons in een politiek veld. We bevinden ons in het veld van de artistieke voorkeuren. En die velden, zegt hij, die hebben hun eigen logica. Je moet de regels van het spel eerst leren. En dan, en dat maakt het helemaal verschrikkelijk ingewikkeld, de spelregels veranderen ook. Een van de inzetten van het spel is, wat zijn eigenlijk de spelregels? En halverwege kunnen de spelregels zomaar door machtige partijen in het veld gewijzigd worden. Een positie die aanvankelijk een geprivilegeerde positie was, kan ineens naar beneden gaan. Bijvoorbeeld in het esthetische veld kan ik me heel goed herinneren dat in de jaren 50, 60, toen ik klein jongetje was, Dan gingen we wel eens naar de bioscoop. En dan, waar we absoluut niet naartoe mochten, wat mijn ouders echt idioot vonden, dat waren die gooi- en smijtfilms van De Dikke en De Dunne, Laurel en Hardy.
daar ging je als fatsoenlijk mens niet naartoe. Als je dan toch wilde naar een oudere film in zwart-wit die om te lachen was, dan ging je naar de geniale Charlie Chaplin. De Chaplin-films waren oké, maar de films van de dikke en de dunne, dat was taarten smijten in elkaars gezicht. Dat kon je niet serieus nemen. Nou, je zou kunnen zeggen, dat leer je dan als kind al, dat is cultureel kapitaal. Je leert wat dingen over het cinematografisch veld. Dikke en de dunne, taartengooierij, niet oké. Charlie Chaplin, Modern Times, wel oké. Zo leer je een hiërarchie aanbrengen, zo cultiveer je je smaak. Maar wat gebeurde er in de jaren 60, 70? Laurel en Hardy werden enorm op het schild geheven. Woody Allen zei dat ze eigenlijk geniaal waren. De briljante timing van Stan Laurel werd geroemd, zelfs in Nederland, door Harry Mulisch. Je kon voor de dag komen als je zei, ik heb de complete werken van de dikke en de dunne op video in een hele grote, dure cassette aangeschaft met allerlei kunsthistorici die commentaar geven op het geniale werk van deze twee meesterkomieken. Maar sommige mensen hebben dat dan nog niet door. Dus er is eigenlijk steeds een strijd gaande om wat is de geprivilegieerde positie. Dus je moet eigenlijk dat veld ook zelf steeds in de gaten houden. Want het veld zelf is voortdurend in verandering. En een van de redenen is dat de geprivilegieerde groepen hun privileges willen behouden. En als er als het ware te veel mensen, als hun voorsprong te veel gedistribueerd wordt, als iedereen eigenlijk dat gaat overnemen, dan proberen ze weer een extra speciale positie in te nemen. Dus het veld zelf is ook voortdurend in een herstructureringsbeweging, waarbij de machtigste groepen in het veld die herstructurering het beste kunnen controleren. Nou, dit is een kwestie waar ik net al het een en ander over heb gezegd. Maar dit zijn dus vier vragen die je eigenlijk allemaal kunt. Dit vind ik het mooie van Bourdieu. Ik zijn natuurlijk wel een beetje reclame voor Bourdieu ook te maken. Wat ik er zo mooi aan vind, dat is eigenlijk hetzelfde wat ik zo mooi vind aan Elias. Het laat zich allemaal vertalen in empirisch onderzoekbare vragen. Je kunt de theorie van Bourdieu operationaliseren. Dat is ook een van de dingen waar hij zelf heel trots op is. Hij zegt anders dan bijvoorbeeld de theorie van Anthony Giddens, andere belangrijke Europese socioloog, tijdgenoot van Bourdieu, ongeveer een leeftijdsgenoot van Bourdieu. Hij had een diepe, diepe afkeer van het werk van Anthony Giddens, want hij zegt, Giddens is een soort filosoof, een soort journalist, die ontwerpt allemaal prachtige modellen. Maar wat moet je ermee? Wat kan je ermee? Kun je daar onderzoek mee doen? Ik heb theorieën ontwikkeld die zich lenen voor onderzoek. En dit zijn allemaal vragen die zich in empirisch onderzoek laten toetsen. Wat bijvoorbeeld die derde bullet, wat ik nou net vertelde over die leraar die er niet goed in slaagt om cultureel kapitaal om te zetten in economisch kapitaal, daar kan je onderzoek naar doen. Hoeveel mensen zitten daar linksboven in dat schema wat je net op het bord zag? Of bijvoorbeeld, wat is nou precies de bijdrage die het onderwijs speelt? In het interview met die radiojongens vertelt hij iets over die kleine meisjes in die Amerikaanse scholen tegen wie de docent zegt my little darling and my honey. En hoe dat je een voorsprong geeft, hoe je dat als het ware, wat hij ook soms noemt, scholair kapitaal oplevert. Hoe belangrijk is die bijdrage die het onderwijs levert ten opzichte van andere bronnen, zoals het gezin, de media, de peer group. Dat valt allemaal te onderzoeken. Dat kan je kwalitatief doen. Je kan meegaan lopen op zo'n school, zoals mijn collega Bowen Pol heeft gedaan. Die heeft echt in klassen in de Bijlmer en in klassen in de Bronx in New York, heeft hij gewoon achter in de klas gezeten en precies de interactie zitten bestuderen met in zijn achterhoofd steeds die theorie van Bourdieu. Dat is dus heel kwalitatief, gewoon erbij gaan zitten als antropoloog. Elke keer valt het weer op. Hè? Ik heb het bij Goffman gezegd en bij Elias en nu zeg ik het ook weer bij Bourdieu. Antropologie en sociologie, ze liggen zo dicht bij elkaar. Het is helemaal niet toevallig dat Bourdieu in dat interview ook meteen weer met Mary Douglas aankomt. Waarvan je kan zeggen, hey, we krijgen nou een socioloog die een antropoloog ineens gaat citeren. Maar het is aan de orde in die vraag die die interviewer stelt van zijn er ook samenlevingen waar geen sociale stratificatie is. Er is een antropoloog die daar wel eens wat aan gedaan heeft. Dus ook in zijn onderzoek combineert hij methodes die meer met de antropologie worden geassocieerd door het grote publiek, zoals het kwalitatieve onderzoek.
en kwantitatieve methodes, want de vraag welke rol speelt het onderwijs, dat kan je natuurlijk ook heel hard kwantitatief onderzoeken. Dan kan je grote databestanden op gaan doorlopen om te kijken waar precies de correlaties zitten tussen bijvoorbeeld de prestatie in het onderwijs enerzijds en het onderwijsniveau en het inkomensniveau van de ouders anderzijds. Dit valt allemaal heel makkelijk te operationaliseren. Het leek of je je hand opstak, maar dat was niet zo. Nee, oké. Okay. Het staat ook op je t-shirt. I didn't do it. Dat zie ik nou. Oké. Okay. Even kijken. Dit heb ik al een beetje gezegd. De verhouding van Bourdieu ten opzichte van Marx en de Marxistische traditie is niet dubbelzinnig. Ik wou zeggen dubbelzinnig, maar dat is hij eigenlijk helemaal niet. Marx is een grote bron van inspiratie. Bourdieu gelooft niets, maar dan ook echt helemaal niets van mensen die zeggen, wij leven in een moderne 21ste eeuwse samenleving en klassenverschil, dat hoorde bij de 19e eeuw, weet je wel. Dan had je van die arbeiders met een pet op en die sjokte dan naar de fabriek. En dan had je daar van die fabrieksdirecteur met een hoge zijden hoed en een lorgnet en een hele mooie gouden horlogeketting. En dat waren dan de bazen. Gelukkig is dat allemaal voorbij. We hebben nu allemaal een spijkerbroek. Dat gelooft Bourdieu dus helemaal niet. Hij is nog steeds het eens met Marx dat grote opposities onze samenleving doorklieven. En hij gelooft zelfs dat je die opposities ook nog kunt waarnemen. Maar je moet een beetje verder kijken dan je neus lang is. Je moet dus niet zo erg op die spijkerbroek letten. Maar je moet andere dingen bekijken. De smaak, de esthetische voorkeuren. En een van de dingen die je dan ziet, en dat is toch wel heel interessant, dat is dat de klassenstrijd, het gevecht tussen de klassen, dat wordt tegenwoordig ook veel meer in de culturele sfeer gevoerd dan in de economische sfeer. Dat is ook een interessante observatie waar je nog maar eens over na moet denken. Het is, je bent een beetje een verachtelijk mens wanneer je neerkijkt op iemand omdat hij weinig verdient. Dat kan niet. Daar maak je je in elk goed gezelschap onmogelijk mee. Als je laat merken dat je eigenlijk maar een beetje neerkijkt op arme mensen. Als je dat doet, dan deug je niet. Maar je mag wel grapjes maken over de slechte smaak van mensen. Je mag wel zeggen, van dat zijn van dat soort mensen die kijken naar dat soort televisieprogramma's. Of, hoe heet het nou ook alweer? Had ik even over naam. Gerzo. Gerzo, heette dat zo? Dus die mensen in dat programma, daar mogen we naar kijken en daar mogen we om lachen en die mogen we komisch vinden om de culturele redenen. Niet omdat ze arm zijn, maar omdat ze de verkeerde vakantiebestemming hebben, de verkeerde kleren dragen, de verkeerde omgangsvormen hebben. Zodra het in de culturele sfeer terechtkomt, kan je wel op mensen neerkijken. En volgens Bourdieu is daar eigenlijk een soort grote culturele strijd gaande. De klassenstrijd is zichtbaar, maar tegenwoordig in een heel andere sfeer dan in de tijd van Marx. Dus we moeten dat hele model van Marx eigenlijk ook opzij zetten en vergeten. Dat is veel te economistisch, te economisch deterministisch. Maar we moeten wel oog blijven hebben voor sociale ongelijkheid. Want de gedachte dat die weg zou zijn, en daarmee ook dat economische ongelijkheid weg zou zijn, dat is niet alleen maar een onzinnige gedachte, het is veel meer dan dat. Het is eigenlijk de ideologie van de mensen die beter af zijn. De mensen die, wat Bourdieu soms noemt, die behoren tot de dominante klasse. Die hebben er belang bij om te zeggen, klasse, dat speelt in onze samenleving geen rol meer. Het is het vertoog, het is het discours van de hogere maatschappelijke lagen om te ontkennen dat gelaagdheid tegenwoordig nog zo'n grote rol speelt. Dat is in hun voordeel. En dit, wat ik nu sta te zeggen, hè, deze laatste zin, dat is eigenlijk een toepassing van de methodologische regel die hij in het interview even noemde. Die zegt, je moet altijd je afvragen als mensen iets zeggen, welk belang hebben ze erbij? Welk belang hebben ze erbij? En dan geeft hij het voorbeeld van de priester, die zegt van, je moet geloven in God en je moet geloven in de hemel. Dan zegt hij, ja, want zijn baan hangt er namelijk van af. Zo achterdochtig moet je zijn. Meesters van het wantrouwen. Nietzsche, Freud, Marx, meesters van het wantrouwen. Altijd achterdochtig zijn. Mensen zeggen dat, maar wat is hun belang daarbij? En Bourdieu gelooft dat de
gedachte die je zo vaak hoort en die heel populair is in de Verenigde Staten, maar tegenwoordig toch ook wel in Amerika, in Frankrijk en ook in Nederland. Namelijk, wij leven niet meer in een gestratificeerde maatschappij. Eigenlijk zijn we allemaal een beetje gelijk aan elkaar geworden. Die gedachte camoufleert de ongelijkheden. Sterker nog, de ongelijkheden kunnen blijven bestaan doordat mensen dit geloven, ervan wegkijken. Maar het is de taak van de socioloog om ervoor te zorgen, of van de sociale wetenschapper, om ervoor te zorgen dat mensen reflexief worden en erover na gaan denken en dan zien dat er heel wat meer ongelijkheid in de samenleving is dan ze denken. Nou, een woord wat al een aantal malen gevallen is, en het zit heel dicht tegen dat culturele kapitaal aan, dat is habitus. Maar het habitus is bij Bourdieu, het is trouwens een woord wat je ook bij Elias tegenkomt, het is meer een sociaal-psychologische categorie. Daarmee bedoelt hij hoe mensen de wereld tot zich nemen, hoe ze in de wereld staan, de onderscheiden die ze aanbrengen, de klassificaties, wat ze belangrijk vinden, waar ze op focussen en waar ze een beetje van wegkijken. En wat op die manier hun hele denken en voelen en handelen door en door kleurt. En als je in een bepaald milieu opgroeit, ontwikkel je als vanzelf een bepaalde habitus. En die vertaalt zich in alles wat je doet en alles wat je denkt en zelfs alles wat je voelt. Hoe je bent opgevoed, waar je bent opgevoed, dat toon je onmiddellijk door, bijvoorbeeld door de dingen die je opmerkt, die je belangrijk vindt, waar je zit met iemand te praten en zegt, hé, moet je daar eens kijken. En dan wat je ziet, wat je waarneemt, wat je uit de rest van de chaotische werkelijkheid isoleert en de moeite van het bespreken waard vindt, dat is je habitus. Hoe deel je de wereld in? Hoe orden je je omgeving? Nou, daar heeft hij allerlei voorbeelden van gegeven. Maar een van zijn beroemdste voorbeelden, Bourdieu, hij is een socioloog van de ongelijkheid, hij is een socioloog van het onderwijs, maar hij is toch ook heel erg een cultuursocioloog. Hij is heel beroemd geworden als kunstsocioloog. En een van de dingen waar je die habitus zo mooi aan kunt illustreren, is hoe mensen kunst tot zich nemen. En daar heb ik toch een mooie cirkel gemaakt, want ik zei in het begin, ik ga iets vertellen van het eind van het college, en daar ben ik nu dan toch aangekomen. Want in het museum is de volkse habitus om een directe lijn te leggen tussen wat je ziet en de wereld daarbuiten. En de niet-naïeve, de esthetische waarnemingswijze is om juist die continuïteit, om daarvan weg te kijken, om die te verwaarlozen. Om niet aandacht te hebben voor de inhoud van het werk, maar te letten op stijl en compositie. Daardoor toon je namelijk, dat zit er namelijk achter, dat je je over het dagelijks brood helemaal geen zorgen hoeft te maken. Eigenlijk geef je op een gestileerde, symbolische manier aan of er brood op de plank komt. Nou, dat is echt mijn zorg niet meer. Daar ben ik al lang voorbij. Daarom hoef je je ook voor de alledaagsheid niet zo heel erg te interesseren. En een van de rare dingen is, en dat is waar het boek van Bourdieu zo hier en daar zelfs pijnlijk is om te lezen, dat hij zegt, de mensen die in de ogen van de dominante klasse verkeerde interpretatiewijze hebben als ze in contact komen met kunst, die weten dat zelf ook. Die zeggen van zichzelf in interviews, ja, wij zijn nou eenmaal het soort mensen dat dit niet kan begrijpen. Ze kijken neer op zichzelf. Het negatieve oordeel dat de dominante klasse heeft van de gedomineerde klasse is geïnternaliseerd door de leden van de gedomineerde klasse. Er zit een stukje in La Distinction, waarin hij het heeft over een enorme berg steenkolen die door een beroemde kunstenaar is gestort op het plein voor het Centre Pompidou. Sommigen die in Parijs zijn geweest, die kennen het Centre Pompidou, Beaubourg met al die roltrappen en het ziet eruit als een olieraffinaderij. En daarvoor is een heel mooi groot plein. En dan was er een kunstenaar die had er een enorme hoeveelheid steenkool in een grote berg neergepleurd. Bordje ernaast, Ben heette die man. En dat was dan zijn kunstwerk, moderne kunst. Een berg steenkolen midden in Parijs, vlak voor de deur van het Centre Pompidou. En gaat die mensen interviewen en wat komt hij nou tegen? Nou, de mensen van de hogere klasse vinden het allemaal vreselijk interessant. Een boeiend commentaar op de huidige cultuurpraktijk, een verwijzing naar het energieprobleem, enzovoort, enzovoort. Die hebben er prachtige verhalen bij en de kunstenaar zelf, die kan er ook wat van.
juist alledaagse voorwerpen in grote hoeveelheden op die plek neerleggen. Ze isoleren uit hun gebruikelijke context. De vervreemding aanbrengen. De mensen aan het denken zetten. En als je de mensen van de lagere klasse interviewt, dan zeggen ze niet wat je misschien zou denken. Zonde van al die steenkool, hè? Daar zou je nog een mooie kachel mee kunnen laten branden. Of daar zou je een steenkolencentrale misschien een dagje op kunnen, slecht voor het milieu. Wat een onzin. Daar gaan onze belastingcenten. Dat zeggen ze helemaal niet. Wat ze zeggen is, het zal vast wel iets betekenen, maar wij zijn niet in staat om het te snappen. Ons soort mensen is niet met kunst, met moderne kunst opgevoed. Dus ik weet niet wat het voorstelt. Ik zie alleen maar een berg steenkolen en verder zie ik niks. Maar ik begrijp en ik weet dat dat eigenlijk niet goed is. Ik zou dit moeten begrijpen, maar ik kan het niet begrijpen. Ik zie alleen maar steenkolen. En dat vindt hier is Bourdieu een beetje moralistisch. Hij doet zijn best om niet te moraliseren, maar hier is hij een beetje moralistisch. Dit vindt hij heel erg, dat mensen een negatief zelfbeeld internaliseren. Dat ze denken dat ze dom zijn omdat ze die berg steenkolen niet snappen. Een negatief zelfbeeld internaliseren omdat hen is wijsgemaakt dat de mensen uit de dominante klasse de correcte interpretatie van kunst hebben en dat zij de incorrecte interpretatie van kunst hebben. En daarmee bevestigen ze en onderstrepen ze en legitimeren ze eigenlijk het stratificatiestelsel. De mensen die bovenin staan vinden de mensen die onderin staan ongecultiveerde horken. Maar de mensen die onderin staan vinden dat van zichzelf ook. En zo wordt het systeem zowel van bovenaf als van onderaf gelegitimeerd en gecontinueerd door de tijd heen.